Ik ga jullie vandaag wat vertellen over de martelaar van Gorkum. En ik ben Arie van de Schouw. En ik heb hier twee hele leuke plaatjes. Ik ga eerst mijn onderwerp verantwoorden. De martelaar van Gorkum heeft ervoor gezorgd dat er omkeerpunt was voor de katholieke vervolging. Want Willem van Oranje had zonder dat hij wilde. Schreef hij de gelegenheid tot katholieke vervolging, doordat hij de geuzen stimuleerde en hielp. En een aanleiding voor de opstand was ook de martelaar van Gorkum, want hierdoor gingen mensen van een soort van plannetjes over tot echt van actie. En omdat we over de opstand veel moeten weten voor ons examen, leek mij dit een handig onderwerp om er verder in te verdiepen. Ik ga nou een korte historische beschrijving geven. Tijdens de opstand namen de geuzen op 26 juni 1572 de stad Groningen, of ook wel Gorkum genoemd, namen ze in. Hoewel daar geloofvrijheid was, dan werden de geestelijke gevangen genomen en gemarteld. En die werden op 9 juli 1572 werden ze bij Den Briel opgehangen in een kleurscheur. En dat was in Den Briel. En hun lichamen werden daarna vernietigd. En dit gebeurde op bevel van de geusleider Lumey. Ik ga nu ook nog twee historische oorzaken en twee historische gevolgen geven. Een oorzaak is dat in de stad Gorkum waren fanatieke geestelijken. En die wilden hun pastoors en monniken eigenlijk wel gestraft zien worden doordat ze katholiek waren. En dat ze vonden dat ze protestantisme hadden onderdrukt. En Lumey, de geusleider, ontving een brief van Willem van Oranje. Daar kom ik later nog iets gedetailleerder op terug. En daar werd hij eigenlijk wel boos over. Dat was ook een aanleiding om de geestelijke te vermoorden. Een gevolg was het omkeerpunt van de katholieke vervolging. En ook doordat er was een aanleiding, de martelaar van Gorkum, om over te gaan tot de grote opstand. En ik ga nu een beschrijving geven van de hoofdpersonen. 19 martelaren, dat waren de geestelijke katholieken van het stadje Gorkum. En Lumey was de geuzenleider die met 13 schepen Gorkum binnenviel. En Willem van Oranje heeft er ook wat mee te maken doordat hij een brief schreef met het bevel de martelaren vrij te laten. En we hadden ook nog Marius Brand, en die speelt ook een rol tussen de communicatie tussen Willem van Oranje en Lumey. En ik ga nu wat verder het verhaal op gedetailleerd vertellen. Dan hebben we het ooggetuigenverslag. En zoals ik al had verteld, werd op 25 juni 1572 het stadje Gorkum binnengevallen. Maar eerst was het bekend dat Dordrecht zonder enig verzet de kant van de geuzen had gekozen. En toen werd het in Gorkum onrustig, want men verwachtte dat ze snel op het moment aan de beurt zouden komen. Het vermoedelijk klopte, want ze vielen dus op 25 juli 1572 Gorkum binnen. En in Gorkum bevond zich een nonnenklooster en een mannenklooster. En de gedaan van dat mannenklooster, die had de voorzorgmaatregelen getroffen. En hij evacueerde alle nonnen even buiten naar de stad. Naar de vesting Baljuw-Turk. En anderen moedigde hij aan zoveel mogelijk uit te wijken naar familie of andere kloosters buiten de stad. En de volgende dag vielen de Turken al Gorkum binnen. En toen zaten de nonnen en de monniken en de pastoors in Turk. Maar dat was ook niet voor lang, want de overmacht van de geuzen zorgde ervoor dat ze ook Turk binnenvielen. En Turk is bij de geuzenleider, een andere geuzenleider, Marius Brand nog, ervoor te zorgen dat de geestelijke de vesting vrij mocht verlaten.
Maar fanatieke geestverwanten uit Gorkum, die wilden hun pastoors en monniken eigenlijk wel zien, gestraft zien worden. Doordat ze vonden dat ze het protestantisme hadden onderdrukt. En Willem van Oranje, zonder dat hij het eigenlijk wilde, schiep ook een beetje katholieke vervolging. Doordat hij de geestenamers zich stimuleerde en hielp. En Marius Blank die deed nog een poging om met Willem van Oranje in contact te komen. Hij stuurde Willem van Oranje namelijk een brief. En daar reageerde Willem snel op. En op 7 juni kwam Willems brief aan bij Marius. En hiervoor waren de geestelijken nog naar Den Briel gevoerd. En daar werden ze opgesloten. Dat was met de boot. En Marius Brand die stuurde een kopie van het bericht van Willem naar Lume. En daar was Lume eigenlijk helemaal niet blij mee. Want hij vond dat Willem van Oranje wel gewoon contact met hem zelf had kunnen opnemen. Als hij wilde dat de geestelijke vrijgelaten werden. Dus hij negeerde gewoon het bevel van Willem van Oranje. En besloot dus om op een verhoor... En met het verhoor wilde hij ervoor zorgen dat de katholieken eigenlijk over zouden stappen naar protestantisme. En dat was niet gelukt en doordat de emoties hoog opliepen, werd op de nacht van 8 juli en 9 juli dus spontaan besloten de geestelijke op te hangen. En ze werden afgevoerd naar Ter Brugge, een plaatsje buiten de Briel. Daar werden ze in een tuurscheur opgehangen. Waar eigenlijk toen ze binnenkwamen waren er al gewoon enkele stoppen opgehangen. Nou, daar word je niet echt blij van. En hier werden dus de alle 19 martelaren werden daar vermoord. En daarna werden hun lichamen verminkt. En het was allemaal dan op het bevel van de geusleiding mee. En de betekenis van de tijd zelf. Dus wat ik al had gezegd, dat er een omkeerpunt van de katholieke vervolging kwam. En dat er een grote opstand was, doordat er een aanleiding was om in opstand te komen tegen de katholieken. En de betekenis van de tijd van nu is dat 60 jaar later, in 1675, op basis van verklaringen en wonderen, werden de martelaren zalig verklaard door Paus Clemens XIII. En dat gebeurde onder de titel de martelaren van Gorkum. En vanwege de protestantse overheersing in de noordelijke Nederlanden duurde het vervolgens bijna twee eeuwen voordat de heiligverklaring een feit was. En dat was dan in 1867. En bedevaarten waren in Nederland verboden, maar na de heiligverklaring van de martelaren kwam er een soort van stroomversnelling en gingen toch veel mensen op bedevaart. En dichtbij de locatie van de Turfscheur is een heiligdom gebouwd, waar ook nog nu tegenwoordig jaarlijks rond 9 juli de nationale bedevaart ter ere van de martelaren van Gorkum wordt gehouden. En ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar het filmpje en ik hoop dat jullie wat van geleerd hebben, dat jullie het leuk vonden om te kijken.